Yves Leterme reageert uit Parijs op het slechte nieuws voor de beleggers van Arco. Ik voel me niet verantwoordelijk voor de gang van zaken, zegt de voormalige premier. Ik was er niet eens bij toen de waarborgregeling voor Arco goedgekeurd werd. Ik heb zelfs die beslissing zelf niet genomen. Ik heb die toenmalige ministerraad niet voorgezeten. Omwille van het feit dat ik zelf Arco-aandeelhouder was. Het is het parlement dat die mogelijkheid heeft gestemd met een vrij ruime meerderheid op een democratische manier.